Het is niet anders dan, denk ik, met elke soort... voor wat ik er van een afstand dan als ik het zie. Maar dat geldt voor artiesten net zoals ondernemers. Je weet of je begint, als je jong bent, begin je op die energie van... ik ben niet te stoppen. Daar begin je. Met die energie begin je. Maar op een gegeven moment, als je een tijdje bezig bent... dan begint het te tellen hoezeer routine... hoezeer kan je toewijden aan je routine. Discipline. Toch? Dus aan het begin kun je gaan op die energie van... omdat je jong bent. Ja. Maar na een tijdje moet je schakelen naar... en nu kun je nu overschakelen op die routine. En kun je toewijden. En kun je, zeg maar, op die lange adem gaan. Je weet toch van, want dat is waar het onderscheid... dus niet voor vechters, want Tariq weet daar meer van dan ik. Maar ik bedoel, in het algemeen, als ik het gewoon zie... geldt voor jou ook. Jij komt ook binnen op die manier. Jij kwam ook eerder voor de titel... Begrijp je wat ik bedoel? In de rap game, zeg maar. Yeah. Dus je kwam eerder voor de titel dan eigenlijk logisch was. Yeah. Je kwam de game in en direct kwam je eigenlijk voor de titel. Oh, hij kwam voor dus de titel. Waar werd het voor jou, waar werd het voor jou werken, was op het moment dat mensen dachten dat je het niet meer had. Dan is het werken. Ja. Dan is het de kwestie, durf je toe te wijden, nu dat iedereen denkt dat het je niet meer gaat lukken. Yes. Je weet toch? En dat is waar de kampioenen zich onderscheiden van de zeker. Van weet je, dat mensen begonnen te zeggen, ah, jij hebt alleen maar over hetzelfde. Ja, zeg ik nog steeds. Dat was zo moeilijk voor mij. Ja, ja, vind je dat moeilijk? Wow. Hij heeft elke verse gehad van huurauto of slippers. Dat heb je niet van het pad afgebracht dan. Ja, dat is zo mooi toch? Ja, is dat wat je bier uiteindelijk, zeg maar, uiteindelijk. Ja, maar het is niet helemaal waar wat jij zegt is. Hij is als rapper wel echt ontwikkeld. Ik was me ook een beetje plaag, hoor. Ja, sorry. Oké. Okay. Ja, dat is jullie interne... Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Die evolutie is zeker gebeurd. Hij kan nu, zeg maar, vroeger zei hij zeggen van... hé, ik neuk je bitch. Maar nu gaat hij het sophisticated zeggen. Met argumenten en ook nog van... misschien gaat hij nog vertellen wat ook in die business mind is. Dus ja, zeg maar... Ja, het is ja, maar ook meer wel bespraakt en zo. Dus dat moet ik sowieso geven. Je hebt helemaal gelijk. Maar hij maakt ook zijn uren. Want ik bedoel, dat is waarom ik aan het begin van die podcast vroeg van hoeveel heb je er nu gedaan? Hoeveel uren, hoeveel afleveringen, al die dingen. Omdat uiteindelijk, wat ik zeg, het is niet makkelijk om, 10 jaar, 15 jaar het te doen op het hoogste niveau. Je weet toch van, ik zeg maar, nu als ik met stagiairs praat hier bij ons intern... gaat het ook wel eens over gewoon natuurlijk artiesten. En dan zeg ik ook als je kijkt naar jou bijvoorbeeld, van in hoeveel verschillende momenten jij belangrijke dingen hebt gedaan. Ene keer was het misschien een album of een pokoe. Volgende keer was het een video. Volgende keer was het een 101 bar sessie. En de volgende keer was het een podcast. Snap je wat ik bedoel? Of een interview. Of je won een prijs. En zeg maar er is altijd een manier geweest voor jou om op de frontlinie te presteren. Om te laten zien aan andere mensen van ik ben daar. Dat zeg ik niet omdat je hier zit. Want ik vind ook heel veel mis met jou. Maar zeg maar... Wat is er mis? Wat is er mis met mij? Ik denk dat jij... Als ik geef maar gewoon... de ongenuanceerde versie. Oh. Ja. Ik denk dat jij... wat ik toen straks al zei. Ik denk dat jij wel jezelf wil houden binnen een bepaalde soort golflengte. Van, waarvan je zegt van ja, maar dit is wat een hef kan doen. Meer dan dit kan iemand als ik niet doen. Ja. En daar ben ik het niet mee eens. Dat weet je. Ja. Zo van, ik denk gewoon van... He's loyal to the brand. Ik wil zien dat hij... ik wil zien, het liefst. Maar dat doe je, hè. Want ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Je bent met onder andere mensen in deze ruimte... ben je allerlei nieuwe dingen aan het ontwikkelen. Deze shit is een award-winning media-initiatief. Snap je wat ik bedoel? En, dus je bent het wel aan het doen. Alleen soms op sommige momenten denk ik... En dat doen we allemaal. Soms hebben we allemaal imposter-syndroom... Dat denken we allemaal van, we horen hier misschien niet thuis. We doen ons nu groter voor dan we zijn of zo. Maar ik wil graag zien dat jij maximale van je potentie haalt. Het geldt hetzelfde voor jou. Snap je, voor alles wat ik van jou tot nu toe heb gezien. Natuurlijk. Ja, denk ik van, ja, dus de vraag is, kun je... Ja toch, kun je meer. En dat is wel echt ook... Ja man, kan je op het moment dat je... op het moment dat je denkt dat je er geweest bent... en voorbij alles wat een ander al heeft gedaan. Ja. Want dat heb ik ook met jou soms. Dat ik denk van ja, je bent bezig. Jij vertelt mij dan van... Oh, deze heeft deze auto gekocht. Of die heeft dat huis gekocht. Ik wil zo'n huis als deze kerel. Of zo. Daar heb jij het met mij wel eens over. Dat vind ik altijd teleurstellend. Ja. Ik denk altijd van... Je moet, waarom vind je dat teleurstellend? Omdat ik wil horen wat jij wil zonder wat die ander heeft. Ja. Maar daar leer ik heel veel van. Daar leer ik echt heel veel van. En maar het is moeilijk, hè? Want kijk, ik ben ook een sukkel. Snap je wat ik bedoel? Van, uiteindelijk, als ik twijfel ook over allerlei shit. Ik praat ook met Kees over shit waar ik over twijfel. En waarvan Kees dan weer denkt van... Je doet het moeilijk, snap je wat ik bedoel? Of van misschien moet je... Weet ik veel. Ik weet niet wat jij... Ja, gewoon de dingen die wij bespreken.
Van, ik twijfel ook over ze. Ja, precies. Van, wees niet zo streng of die. Chill the fuck out, gewoon. Ja, ja. Maar ja, ik zie een verantwoordelijkheid voor ons. En dit is niet soms voel ik me ook die guy. Waar dat over die I ain't mad at your pokoe van. Daar had ik het vrijdag over. When I say I'm living large, all you see is the trouble. Die Tupac pokoe. Ja. Ik moet heel vaak denken aan die pokoe. Ja, mijn moeder zei dat altijd. Eigenlijk is mijn moeder diezelfde lijn. Gewoon als je zeg maar iemand in een Mercedes zag of iemand die van een goede Libia had. Zijn mijn moeder zei van, ja. Je weet niet wat zo'n persoon is, zeg maar. Je weet niet wat persoon bedoel, waar die heen rijdt of waar die vandaan komt in die Mercedes. Dit is een spectrum, snap je wat ik bedoel? Dit is een golflengte. Dus van, je moet bedenken voor jezelf van waar zit de echte winst? Snap je wat ik bedoel? Wij waren een poosje geleden hier in de garage. Toen ging jij je auto aan mij laten zien. Ja. Snap je wat ik bedoel? En toen zei je van... jij ook deze mijn, auto. Jij ook en dan zeg jij tegen mij, je ziet het niet. Hè? Je ziet het niet in deze auto. Snap je wat ik bedoel? Wat ziet hij niet dan? Wat zie je niet? Ja, gewoon niet hetzelfde als wat hij ziet. Hij ziet niet wat het is, zeg maar gewoon. Maar dat snap ik ook. Ik snap dat wel. Maar tegelijkertijd denk ik, je gooit te veel waarde in die auto. Killer kan niet in mijn auto stappen en zeggen tegen mij en niet zeggen van... Ja, maar bro, kijk, weet je wat ik denk? Nog steeds, elke keer. Ik denk, weet je wie Mercedes heeft opgericht? Nee, maar ik weet wel alles over die wagen. Weet je wie groot aanhouder is in Mercedes? Weet je dat? Ik weet het ook niet, maar jij zou het moeten weten. Want jij geeft heel veel om dat merk. Je weet toch? Dat denk ik. Van waarom geef je zoveel om deze auto? Want die auto is niet van jou. Dat is Antilliaans, het is gewoon normaal. Ja, dat bedoel ik. Dit is de shit die ik altijd hoor. Ja, maar dus... Ik ben echt blij dat je dit zegt, man. Daar zit je vast. Daar zit toch vast. Ik hou ook van auto's. Killa, jij mag dit niet praten. Ik ben echt blij dat je dit zegt. Nee, Killa, zeg maar. Hoe lang geleden we praten? Die bakkie. Ja, gaat kwijt. Welke? Wat wil je me zeggen dan? Welke? Super kwijt. Zo is met